Hoe was je dag vandaag, Arjan? Zal ik dat even? Want, even opletten. Volgens mij word ik gebeld. Oh jee. Hallo? Met Kim? Hey, Arjan en Tim, willen jullie wat vertellen? Oh ja, ik zal even op luidspreker zetten. Hier komt ie. Kim had gelijk. Jurist de mol. Ja, maar is ook een oelemeloen. Hoe kan je dat nou niet zien? Jurist de mol. Ja, en dat was dus hoe Arjans dag eruit zag. Ja. Goeie. Ben je een beetje bijgekomen, Arjan? Nee. Hij heeft nog geen uurtje pauze gehad en nu zit hij bij ons. Maar Kim, goeie hoor. Ja, ik hele middag aanbesteed. Nee, ik was echt binnen 5 minuten klaar. Nou ja, leuk. Heel erg leuk. Goed, hè? Ik dacht, het is een mooi begin. Mm-hmm. Hier wat positief is het dat er een nieuw record staat. Precies. Iedereen af. Spreek nooit zoiets af, want je gaat echt spijt krijgen. Mm-hmm. Hij heeft het tegen. Dat zei Sim vorig jaar ook. Dat zei Sim ook. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. We bespreken de finale aflevering, of nou ja, de ontknoping aflevering, met Arjan van Mollejagers. Ook wel bekend als Daniel-fan. Dinant van WDM 2023 Hints op Instagram. En Kim van het kanaal Kim Kogé. Yeah. Hallo alle drie. Hallo. Jij ook hallo Tim. Maar ik hoor iemand hallo tegen jou. Ik vind het een beetje gek om dit te doen met beeld. Want alles wat ik kijk nu naar mezelf en dan denk ik, ja, dit zien al mijn kijkers straks. Ja. Maar jouw kijkers zien sowieso jouw gezicht. Ja, logisch. Maar toch. Je hebt ook een hele mooie achtergrond vandaag uitgekozen. Ja, dat is met mensen die dit op Spotify luisteren, die zien het niet. Moet je even naar YouTube gaan. Jawel hoor, Spotify zien ze het ook. Oh. Ja, hey, daar heb ik de magic tools voor. Oh, oh. Ja. De tunnelvisie ook nu. Klopt. We hebben het hier niet over tunnelvisie. Nee, dat is een hele andere podcast. Mijn microfoon is trouwens nog steeds, als je de video hebt gezien, is mijn microfoon. Ja. Is mijn microfoon nog steeds los? Ik heb nog steeds dat verbindstukje niet. Ik kom morgen binnen. Verbinding, dit is een hint naar de mol. Verbinding inderdaad. Waarom is Arjan zo stil? Volgens mij is Arjan helemaal kapot van vandaag. Nee, laten we eventjes beginnen bij het begin. Ja. Een minuutje stilte voor Daniel. Ik ga lekker chocola eten. Stil. Niet te bannen. Ja, geniet ervan. Een minuutje stilte voor Daniel, Dinant en Arjan. Sst. Deze minuutje duurt me te lang. Kan beter zijn. Een minuutje stilte voor mollenjagers, ja? Wie was nou ook weer de mol? Ja, Arjan, wie is de mol? Heel erg. Nou, had je maar moeten luisteren. Het is om 10 uur. Ik kom zo vaak hier afspelen, Jurist Mol. Ja, heel leuk. Nou, we hebben de ontknoping gezien. Luisteraars en de kijkers maar gewoon even terugkijken op Mollejagers, dan horen ze precies wie de mol is. Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet. 23.000 keer zie je het ook direct. Ja, en ik zeg alvast spoiler alert. 23.000 keer. En wat zeg je dan precies 23.000 keer? Ja, dat wordt. Dat moet je bij gewoon blijven. Nou jongens, wat een geluk allemaal, maar laten we even beginnen met de podcast, ja? Ja. Slechtste woordgrap ooit. Nou, we kregen de finale te zien. En zoals de finale altijd is, we bespreken eerst alles met afvallers. Toen zaten we allemaal in spanning van, oh, Daniel gaat zich bekendmaken vandaag, oh.
En toen kregen we de vraag, wie is de mol? Toen kregen we een hele vette montage te zien. Van het bellen met de kandidaten en de mol en zo. En toen was daar het antwoord op die ene vraag. En die weet Arjan heel goed uit zijn hoofd. Nou, wat bedoel je? Nou, het antwoord op die ene vraag. Wat is dat? Wie is de mol? Ja, wie is de mol? Dat kan Kim beter zeggen. Oh, Kim. Ik weet het dus eigenlijk niet meer. Dus misschien kan jij het me nog een keer vertellen. Ik? Arjan? Nee. Voor de 23.051 gaan. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb al 50 extra gedaan. Ja, maar ik weet het niet meer. Wie was mijn mol? Wie was de mol? Zullen we even luisteren anders? Denk maar aan Oenemeloen en kijk. Banaan. Dan weten we het misschien weer. Denk maar aan een banaan. Nee, jongens. Het was natuurlijk Jurre. Dat was het antwoord op die ene vraag. Weten jullie het nog? Goed. Voor het geval Arjan het vergeten was. Ja, ik ben gewoon overgehaald. Ja. Ja. Helaas weet ik het nog. Nou ja, hij heeft best wel wat molacties gedaan. Die ik eigenlijk ook allemaal al enigszins wist. Niet dat het heel erg is, maar... Ja. Ik heb op mijn Instagram trouwens gisteravond een paar filmpjes opgenomen. Toen ik dat vanochtend keek, toen dacht ik... Wat ben ik eigenlijk best negatief hierover? Ja, nee, serieus. Even zelfreflectie. Dus ik heb ze nu gewoon verwijderd. Want weet het, Jurre is gewoon een goede mol. En de montage kan niet altijd op iedereens gemakken ingaan. Je kan niet als maker zeggen, goh, we gaan iedereen tevreden houden. Dat kan nooit. Dus, Ja. Dat wilde ik even zeggen. Dus kon je er ook niet uitknippen. Beslissingen maken, dat kan er niet uit. Precies, klopt. Ik vond het wel weer gaaf. Jurre was gewoon een goede mol. Ja. Ik zou daarover te zeggen. Jurre was een goede mol. Ik vond alleen de hints waar we dadelijk op terugkomen. Maar ja, dat is al jaren zo. En ik vind ook dat we een paar hints missen. Maar na 2016 denk ik dat de hints een beetje wat... die zijn gewoon een beetje wat magerder. Ja. Maar dat komt ook omdat wij te veel weten al. Denk ik. Ja, maar we zien wel iets nieuws. Waarom kunnen ze dat even uitwijken naar België? Waarom kunnen ze in België wel steeds nieuwe hints bedenken waar je echt naar moet zoeken? En die creativiteit mis ik wel een beetje bij Wie is de Mol. Dus andere jaar misschien al wel voorgenomen om iets minder op hints te gaan fixeren, maar iets meer op posities en gedrag van de mol. Ik denk dat we daar beter de mol mee kunnen gaan spotten als met hints. Ja, klopt. Gedrag. Ja. Maar zo makkelijker dan verborgen hints. Ja. Zeker waar. Maar hints zijn gewoon leuk om te zoeken. Ja, dat is het. Ik vind het altijd moeilijk. Dus daarom probeer ik daar altijd zo min mogelijk naartoe te zoeken. Mm-hmm. Ja, precies. Dinant heeft natuurlijk een hele lijst met molacties opgeschreven. Volgens mij... Bij de hints of bij de molacties? Jullie gingen weer door elkaar. Ja, sorry. Dan is het niet Arjan, maar dan is het weer Dylan die door me heen praat. Nee, de eerst. Ja, laat Kim even eerst. Kim, wat zei je? Ik wou zeggen, volgens mij is dit een van de enigste podcasts waarin Dylan gewoon lekker veel kan zeggen en niemand hem gaat storen, vooral Arjan niet. Dan beginnen we bij de eerste opdracht, Gulden Middenweg. Jurre die ging zo snel mogelijk uit de kist, zodat anderen geen informatie meer konden krijgen over hem en Sarah. Die had ik gevonden. Dat moet ik even zeggen. Kim was overigens niet de enige die dit heeft gevonden. Waarschijnlijk was er nog wel ergens een andere molo die hetzelfde heeft gevonden. Zeker, maar ik vind het zo mooi dat jullie afgelopen week alleen maar allemaal hints naar Daniel hebben gegooid. En zaten van, oh ja, je moet echt overstappen naar Daniel. En ik zie Tim al helemaal in zichzelf kruipen. En dat ik het dan toch als enigste gewoon goed heb. Ik ben gewoon even trots op. Ik kreeg een comment onder mijn video. Weet je wat ik gewoon verschrikkelijk vind? Dat ik in aflevering 1 bij Smalltalk heb gezegd. Daniel is mijn nummer 1. Ranomi is 2. En Jurre vertrouw ik niet. Ik vertrouw hem niet in aflevering 1. Dat zeg ik gewoon een keer. En wat doe ik? Ja, keuzes zijn in ieder geval gemaakt. Nee, maar de Gulden Middenweg was de opdracht met de kisten. Dat hij ook in de groene kist. Dat is ook een hint.
Ja, de groene kist, die hadden we overigens natuurlijk al makkelijk gevonden. Niet in de rode kist. Niet in de rode kist. Bekend maken. Oh, Dinant heeft iets. Oh ja, Dinant heeft iets. Maar we horen Dinant niet, omdat Arjan en Kim er doorheen praten. Arjan? Ik kan daar Dinant niet luisteren. Ik kan nog niet doorheen praten. Nee, Dinant, praat maar. Oh ja, nee, laat maar. Huh? Ja, nee, dat hadden jullie al gezegd, maar... Vertel, doe gewoon. Je hebt even je momentje. Oké, okay, dat bij de bekendmaking werd hij natuurlijk ook in een kist onbekend gemaakt. En de mol krijgt nooit, of krijgt altijd een groen scherm. Ja, ja, klopt. Hadden we ook al gezegd. Dan hebben we daarna toon vogeltjes. En in de opdracht toonaangevend zong Jurre expres vals langs het jurylid, terwijl hij wel een musical. Ja, dat zat... Dat nou, had hij dan wel kan zingen. Ja, dat hebben we gezien, hè? Ja, hadden jullie die door, die hint? Ja. Nou ja, meer molactie. Die zit ik niet op de goede. Ja, molactie, maar... Waarom is dan I am woken in? Waarom? Omdat Daniel geen mol is. Hé, hey, dat zeg ik toch niet, Kim? I am, dat zong Jurre. Oh. Oh zo, ja, dat die heeft niet zong. Ik dacht dat je het met die dat geen hint. Dat is wat ik bedoel. Kijk, de I am wordt letterlijk in dat liedje gezongen. I am here. En dan denk ik, maak daar nou gewoon een hint van. Ja. Dat wordt op een loten gevonden. En dat vind ik eigenlijk een hele sterke hint. Maar nee, we gaan... Jurre vals laten zingen en dat is dan een molactie. Ja, dat heeft hij zo. Ik vind dat zo jammer. Dat is dus waar ik een beetje op afga. Logisch, maar zoals ik ook al eerder zei, je kan niet iedereen tevreden stellen als makers. Nee, maar Kim, Tim, het is toch logisch dat zoiets gewoon een hele goede hint is. Een leuke ook. Ja, is zo. Maar misschien hebben de makers zelf die hele tekst niet vertaald. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het... Ja. Maar ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Het is gewoon een stukje. Dieper in de hints gaan verdiepen. Door de maat. Maar we hebben wel 40 minuten aan molacties, hè? Ja, klopt. Maar ja, dat is toch sowieso... Iedere aflevering zit er toch wel molacties in. Ja, maar je hebt vorig jaar heb je niet 40 minuten aan even om molacties. We hebben nu wel veel meer dan vorig jaar. Ja, maar omdat het ook een fanatieke mol is. Ja, klopt. Maar ze luisteren wel meer dan naar de kijkers op zich. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En je kan niet van alles een hint of een molactie maken. Want dan zijn er weer te veel dingen naar de mol. Klopt. En dan ging het weer te snel door. Ja. Volgende hint. Ja, Dinant, volgende molactie. Molactie mag ook. Molactie. De opdracht pop voor Jurre verstuurt foto's gekanteld met toestemming van de rest. Waardoor hij zichzelf kan indekken als een beschuldiger van de molactie. Ja, niet goed. Dat je instaat. Ja. Wel leuk. Goeie. Zodat de schuld ook niet op hem gelegd kan worden. Nee. Dat veel terugziet bij Jurre. Schuld aan een ander geven, zodat hij het niet heeft gedaan en dus niet verdacht lijkt. Ja. Een goede mol. Mm-hmm. Ja. Volgende. En dat gesprek op balkon schiet nou in mijn hoofd. Dat hij zich daar zo in de onkenne fase zat. En dat hij eigenlijk gewoon aanhaalde, nou is zeker mijn schuld. En dat omdat ik die foto's verkeerd heb genomen. Dat vind ik gewoon een geniale zet van jullie. Ja, zeker. Ja. Zeker weten. Dinant, ga maar weer. En okay. Er kwamen weer vogels. Daarna hadden we de opdracht per definitie. Jurre heeft van tevoren goede woorden bedacht, waardoor deze woorden werden gekozen door de andere kandidaten. Hierdoor werd de €500 niet verdiend, omdat ze 10 punten kregen. Ja. Ja, mol wil geen geld. En als er troeven verdiend kunnen worden, alleen maar leuk toch? Ja. Nou zaten er dit seizoen... Ja, er zaten wel veel troeven in dit seizoen. Vooral jokers dan. Ja. Weinig vrijstellingen. Eentje. Finale. Vrijstelling naar de finale inderdaad. Was ook een nieuwe, hè? Was ook een nieuwe witte vrijstelling, volgens mij. Ja. Was ook veel kleiner. Was niet met deze. Nee. Nee, hij is mat aan de achterkant. Ja, klopt.
Ja. Volgende. Opdracht. Het schip ingaan. Jurre komt met het woord schip en Daniel neemt dat woord over. Hierdoor mocht de groep van Jurre naar Rick toe om het woord in te dienen. Ze kozen voor een joker, waardoor het 2000 euro niet verdiend werd. Ja, en hier wil ik even over zeggen. Daniel, die werd zeg maar zo in de montage gebracht, dat hij zei zo van, ja, 3 jokers sowieso. Dat vond ik heel verdacht en dat was echt wel een goede reden om Daniel als mol te hebben, zeg maar. Ja. Verder valt het op, zodra Daniel iets tegen Rick zegt voor de jokers, kijkt Jurre een beetje van, oh zeg nou alsjeblieft jokers. Een beetje dat gedrag, zeg maar, dat gezicht. En dat vond ik ook best wel verdacht. Nou is hij ook de mol, dus het is ook verdacht. Daarna en het rare is dat Daniel het kistje vindt. En ik begin nou steeds meer af te vragen of Jurre daar in de buurt is geweest. En dan Jurre zei, kom, we gaan naar boven. Ja, want dat shot, dat Daniel dat kistje van Nabil en Sander vindt, daar heb je het over toch? Ja. Dat lijkt heel gespeeld ook. Ja, alsof het is van, jongens, even nog een keertje opnieuw. De camera heeft het niet goed gefilmd of zo. Dat er zoiets is geweest. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Nee. Het wordt ook niet teruggehaald, hè? Nee. Waar zitten we nu? Aflevering 3, hè? Ja. Ja. Dan gaan we naar aflevering 4. Padvinders was daar het doolhof. Jurre gaat als derde naar binnen en neemt het geld van Nabil over die bij de start ligt. Hierdoor gaat het verzamelde geld van Nabil nooit meer in de pot terecht kunnen komen, omdat die af is gegaan. Ja, goede molactie. Ik vond het stukje dat we zeg maar tijdens de bekendmaking zagen, dat hij zo die kaartjes weggooit. Dat vond ik zo'n leuk stukje. Dat zie je echt een mol in actie, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we in de aflevering zelf niet gezien. Maar dat hij echt zo zat van, ha, lekker niet in de pot. Ik vond dat zo'n leuk stukje om te zien. Ja. Links, rechts, links. En dan komt die man. En dan moet ik daar staan wachten. En dan weet ik dat ik daar af ga. Ja, echt goed dat hij dat ook allemaal onthouden heeft en zo. Ik zou vanwege stress of zo, of vanwege bedenking en zo, zou ik niet dat per se uit mijn hoofd weten. Denk ik. Op dat moment dan, qua zenuwen en zo. Van, En hoe lang heb je nou gehad? 2 weken. Ja, 2 weken. Ja, ja. Zeggen ze. Maar tijdens de reis, ze slapen natuurlijk wel bij elkaar op kamers. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook op zelf een beetje je dingetjes doen. Of ik denk dat je tijdens de reis ook wel een beetje voorkennis kan krijgen. Wat je ook bij de Mol België vaak ziet. Ja. Zo, ik krijg zelfs spierpijn van mijn hand om deze microfoon vast te houden. Ik kan hem niet gewoon neerleggen ergens. Ja, kan, maar dan heb je dit geluid. Dat is veel minder. Dan moet je er naartoe. Ja, maar dan moet ik zo gaan hangen en dan ziet het er een beetje gek uit op camera. Leuk toch? Nee, ik hou hem gewoon vast. Ik wil er nog even over kwijt. Wat had ik nou? Pakbonnen. Jurre zegt in de control room, als Nabil aan het lopen is met die pakbonnen. Dat is gewoon uit de aflevering, dat is niet uit de ontknoping. Hebben we niet gezien te krijgen. Toen zei Jurre van, iets is beter dan niets, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat Nabil, zeg maar, ging stoppen met enveloppen zoeken. En die snel daar ging neerleggen. Ik denk dat Jurre dat heeft gezegd, omdat hij graag een molactie wilde doen. Ja. Ik denk, als Nabil verder was gegaan, was hij waarschijnlijk gewoon gepakt. Dat wilde ik nog even delen. Of hij was wel doof uitgekomen. Ja, dat kan ook. Ja, goeie. Daarna hadden we... Oh, wil jij nog? Oké. Okay. Daarna hadden we de opdracht eenzame hoogte. Jurre die opent met toestemming van de groep weer. Het envelop met vraagteken erop, waardoor de 3000 euro niet verdiend werd. Ja, heel logisch. Dat zag heel goed in beeld. En dat zijn molacties, ze kunnen inderdaad ook niet uitknippen. Hij zei nog net niet, jongens, open die envelop nu. Nee. Dat zei hij nog net niet. Nee. Inderdaad. Maar ja. En daarin hadden wij natuurlijk heel makkelijk kunnen denken, Daniel kan het eigenlijk niet zijn. En hij heeft ook superveel gebruik gemaakt van de stress die er op dat moment was. Chaos. Ja. Daar heel goed gebruik van gemaakt, ja. De volgende. De opdracht Altaar Ego in de kerk en buiten de kerk. Jurre omschreef geen één kerkganger goed en omschreef zichzelf in plaats van Marley. Hierdoor is er 1300 euro niet verdiend, want alle 7 goede omschreven kerkgangers werden omschreven door Anke.
Jurre drukt ook de portal in, waardoor Anke niet met Daniel en Ranomi kan communiceren. Nou, we hadden één ding goed. We hadden één ding goed. Anke is niet de mol. Dat hadden we. Dat hadden we inderdaad goed. Ik vond het zo mooi. Dit zie je echt hoe brutale mol dit is. En ik zei het, ik hoop echt dat dit een brutale mol is. En dat was hij gewoon. Ja, leuk. Ja, heel veel enthousiasme. Ja, ik vind het dus echt leuk. Ja, is het ook. Het is ook wel leuk. Jullie het fout hadden. Weet je nog het leukste van dit alles? Dat is niet persoonlijk, want ik vind het enorm gezellig. En ik heb enorm leuke discussies met Arjan gehad. Maar ik vind het ook gewoon even leuk om die als enigste gewoon even gelijk te hebben. Ja, leuk. Na 24.000 of 23.000 keer? Zou je? Als we vanmorgen hadden gedaan, had ik iets meer discussie teruggegeven. Ja. Arjan zegt niet veel. Arjan is klaar mee. Arjan denkt, oh, begint de mol België al, ik ben klaar. Doe het hier, denk ik. Heel eerlijk, ik heb alleen maar lof voor deze mol. Dus okay. Ik heb mij gewoon terug gehad en ik heb ook lof voor de makers. Want ja. Heel veel krijg ik kritiek, in het begin had ik dat ook wel een klein beetje. Dan denk ik, oh, maar de hints die zijn niet echt waar we op moeten gaan letten. Maar als ik kijk naar de mol, wat wil ik? Ik wil een Dennis Wening mol, ik wil een George mol, ik wil een Jan Versteeg mol. Dus in dat principe kan ik helemaal meegaan met Kim. En vind ik dit gewoon een geweldige mol. En dat hij het zo in your face heeft gedaan. En dat de makers dit niet hebben weggeëdit. Ik denk dat ik daardoor op een dwaalspoor ben gekomen. Want ik ben gewoon gewend dat de makers van alles op een manier filmen dat we het niet zien. En nu werd het zo overdreven in beeld gebracht dat ik gewoon dacht, ja, ik kan het niet zijn. En dat maakt het wel weer heel erg mooi. En dat heel veel jongere kijkers, want dat is het voornamelijk, heel veel hints naar anderen hebben opgestuurd. En die daar wel overheen kijken en die het in your face kijken. Dus de normale startende kijker heeft veel meer baat gehad als iemand die al veel langer kijkt. En ik denk dat dat de reden is waarom ik eerder naar Daniel ging en dat er meer ouderen op Daniel zaten. Klopt, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En even toevoegend, Daniel was de enige van de groep die op de juiste mol zat. Ja. Dus dan heeft Jurre het heel goed gedaan. Ja. En liep de mollen. Hij liep gewoon te mollen in plaats dat Jurre liep te mol. Ja, maar dat is toch lekker voor een mol? Iemand anders doet het voor je, dus je hebt het niet te doen. Oh, joh. Check hoor. Volgende. De opdracht verschijning. Dat was in het spookhuis. In het gehoorhuis. Jurre zorgt voor Ranomi's woord fout wordt geraden. Ranomi zei dat het woord klein was, maar dat was het niet. En dus is haar geld niet meer verdiend. Ook Jurre gebruikt voor zijn leugen om voor een joop te kiezen. Ook overtuigt hij Anke om een joop te kiezen en niet voor geld. Zo werd het geld van Jurre zelf, van Anke en van Ranomi niet verdiend. Ja, helemaal gelijk. Ja. Vorige hint in deze opdracht zat. Wat? Een verborgen hint in deze opdracht. Ja, maar die heb ik zo meteen. Ja. Poeh. Ja, er zat een verborgen hint in hoor. Ja. Hij zeker zat erin. En die bewees naar zijn programma, maar dat kom je dadelijk al op. Oh ja. Oh ja, ook. SES toch? SES. Daarna hadden we de... Ja, dat ook. Daarna hadden we de opdracht focusgroep. Jurre wint fotowedstrijd, waardoor hij een andere envelop kon kiezen. De envelop van 1000 euro die hij had, wisselde hij om voor een finale vrijstelling. Dat was de envelop van Soy. Hierdoor is hij 1000 euro niet verdiend. Ja. Ja. Deze opdracht had hij te veel voorbereid. Dit was het moment wanneer ik zat, oké, maar dit moet wel de mol zijn. Ja, dat was mijn moment van ik dacht, ja. Ja, alles of niets, of Jurre. Alles of niets. Leuk. De volgende opdracht. De opdracht Abvallers. Jurre had door dat Daniel geen enkel telefoontje heeft opgenomen en Daniel dus aan het bluffen was. Hierdoor kon hij vrijuit gaan mollen. Ja, nou, dit was dus precies tussen die twee afleveringen het moment waarop ik dacht van, is het Jurre of Daniel? Toen keek ik die opdracht, toen dacht ik, nou, het is Daniel, want Daniel neemt geen telefoon op. Waarom neem je geen telefoon op als kandidaat? En ook gewoon mooi meelullen van, dit is geen, was geen blauw bij die vraag. Dat ik zei, als mol zou je juist een telefoon op willen nemen, want dan heb je voor het oog informatie. Ja. En daarom zou Daniel het in deze opdracht al sowieso niet meer kunnen zijn. Ja, logisch.
Het is achteraf heel logisch. Ja, achteraf. Maar jullie geloofden me niet. Jawel, maar ik heb wel niet goed nagedacht. Hey, ga nu niet zeggen alsof je het wist, hè? Maat. Nee, 5 februari, hè? Toen wist ik het. Ik kreeg een Instagram DM toen ik dat filmpje had gepost. Doe nou niet alsof je het weet, maat. Ik wist het niet, hoor. Dus rustig aan. Meteen die haat. Weet je weet het wel. Even hierop terugkomen, hè. Kijk, Kim, je weet het wel. Maar je wilt het niet zien. Kijk, ik zat zo op Daniel. Ja. Dat op dat moment alles wat Daniel doet gewoon verdacht is. En dan ga je hier niet over nadenken. En als je nou uit die tunnel bent geklapt, tuurlijk ga je erover nadenken. En tuurlijk heb ik ook alle acties van Jurre gezien. Ja, tuurlijk heb ik al die dingen gespot. Want ik heb die afleveringen wel zoveel keer teruggekeken. Dat ik ook echt wel naar andere kandidaat heb gekeken. Maar je bent zo overtuigd van je theorie. Van je hints die je gevonden hebt. Ja, en als dat je gewoon vast kunt keten. En dat is fout. Dat is fout. En dat weet ik voor andere seizoenen. Dat ik hier toch nog een beetje meer met een open blik moet gaan kijken. Maar dat wil wel steeds meer wijze les. En misschien doe ik volgend seizoen wel weer hetzelfde. Maar ja, we leren doen, hè? Ja, dus. Hè? We leren van elk seizoen. Nou, soms ook. Wie hoor ik nou Jurre is de mol zeggen? Ja, mijn vader is heel gemeen aan het doen. Die staat hier aan. Oh my god, go, go. Zeg maar die nog een keer. Komen. Hij is zo stil. Hij is altijd lekker aan het praten. Hij is echt stil. Ja, ik snap het hoor. Respect. Dankjewel. Oké. Niet hè, dat was mijn vader. Hè? Even, ja, weet ik. Ja, leuk. Maar ook voor de kijkers. Ik heb aan het begin je even gepest, maar nu was het mijn vader. Maar als je familie ook. Marit, en terecht ook. Hij zat heel lang al op Jurre, hè? Ja, hij zat zelfs langer dan mij op Jurre. Ik ben nog ietsjes langer. En een uitstapje naar Sooi en naar Biel, toch? Ja. 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 Laten we doorgaan met de hints. Of de volgende. Schiet nou eens op, volgende man. Laat nou eens even een vraag stellen nog, alsjeblieft. Jouw vader, hoe lang kijkt hij alweer de mol? En toen hing hem vast. Ja, Daniel. Ik zie en hoor jullie wel, maar ik zie mezelf niet. Nee, je zit Oh, huh? Daar ben ik weer. Ja, maar nu ook mezelf. Hoe lang kijkt jouw vader van de mol? Maar Tim zegt dat hij zichzelf hoort en ik hoor jullie heel zacht. Hallo? Ja, dat bedoel ik. Oh, wacht. Ja. Nu hoor ik jullie wel weer. Ja, maar ik hoor mezelf. Hallo? Ja. Hey, Tim. Hoe gaat het? Ja, goed. Zal ik even weg? Dat je terugkomen? Ja, doe dat. Het was Daniel, jongens. Het was Daniel. Ben ik weer. Hallo. Hey, wie is dat? De vraag die ik net stelde aan jou. Van, hoe lang kijkt jouw vader al Wees de Mol? Ik kijk dus sinds het seizoen van Jan Versteeg. Nou ja, die heb ik teruggekeken. En daarna, dat seizoen daarna, zijn we samen gaan kijken. Dus jouw vader, hij kijkt ook nog maar pas? Ja. Ja, hij vindt helemaal niks, hè, de mol. Maar nu vindt hij het wel echt enorm gaaf. En hoe vaak heeft hij hem de mol goed? Dan gaat het om dit seizoen goed. Ja. Nou ja, we hebben bij België hebben we wel vaker de mol goed gehad. Maar Nederland is dit volgens mij wel eerst een van de eerste seizoenen dat we hem echt goed hebben. Oké. Maar een moeilijk seizoen heb ik goed. En een makkelijk seizoen heb ik eigenlijk wel verkeerd. Ja. Je denkt gewoon te veel. Dus toch denk ik dat ik liever naar vergezochte hints zoek. Ja, ik ga volgend jaar ga ik heel anders kijken. Ja, dan moet je kijken. Nou ja, ik ga dan niet ineens in een tunnelvisie duiken. Wat ik wel doe. Nou, dat doe je maar toch wat. Ik weet niet. Okay. Zullen we dat nu doorgaan? Door. Ja. De opdracht van Ruilen komt huilen, de allerlaatste opdracht. Jurre zit achter in de boot. Hij kon de spullen die naar achteren waaiden laten gaan en zijn eigen spullen loslaten. Dit was zo duidelijk te zien in de montage. Dit was zo duidelijk. En heb die tweede blauwe tas van Daniel dus ook nog. Ja, dat was heel duidelijk te zien. Ja. En wat doen wij? Wij denken dat het Daniel is. Nou ja, jullie. Ik niet. Tom zegt ook goed, van Ruilen kon huilen. Ja. Ja, van Ruilen van Mol. Ik kom te huilen. Een van de leukste podcasts vindt. Fijn.
Tim die baalt bij elke bolactie. En ik vind het zo mooi. Ja, ik baal echt. Echt flink ook, hè. Ja, ik gisteren ook. Ik heb iedereen in mijn video's overtuigd dat het Daniel is. En nu is het Daniel niet. Ik dus. De makers hebben gewoon alles weggeëdit bij onze grote vriend Daniel. Die eigenlijk gewoon loopt nep te mollen. En bij Jure expres in beeld gelaten. Dat is gewoon zo tegenstrijdig tegen mijn gevoel in. Maar ja, dat is denk ik de editkunst geweest van de makers. Ja. En daar geef ik ze echt een petje een compliment voor, hoor. Want ja, ik ook. Echt ingetrapt. Echt waar. Ja, we gaan naar de hints. Ja. De hints. Want... mensen, want deze zijn echt klok. Ja, want... even over de hints. Die hebben we niet echt gezien in de aflevering zelf. Een beetje, een paar. Die hele video van de hints staat op Instagram, volgens mij ook. YouTube. En op YouTube. Dus mocht je de hints en theorie nog niet hebben gezien, kun je op YouTube kijken. Waar je nu ook zit op, misschien op zit te kijken. Of luisteren, inderdaad. Of luisteren. Of blijf lekker luisteren naar deze Procast, waarin we het ook allemaal bespreken. Ja, doe maar die. Dat is misschien nog het beste plan, ja. Ja. Oké, aflevering 1. In de eerste opdracht zat Jurre opgesloten in de groene kist. Het mollogo is groen en de mol krijgt altijd een groen scherm. Ik vond deze wel echt heel mooi. Het is wel een goede beginnende verborgen hint, vind ik. Ja, zeker. Ja. En een makkelijke. Ja, vergeleken met dat geboortejaar van Evenon vorig jaar. Die was heel ver gezocht. En dit was gewoon echt makkelijk van, hij is gewoon in beeld. Ja. Next. Want we moeten een beetje door. Aflevering 2. De letters MOL zijn te lezen in de propshop op de plaats waar Mol Jurre zich bevond. Ja, dat is ook een hele sterke. Daar kan ik niks meer over zeggen, want... daar kun je de helft alweer afstrepen. Het is iedereen opgevallen. Wij hadden het over oude PC's op de achtergrond. Dus heel slim gedaan door de makers om ons ook te misleiden. En je wil als mol natuurlijk bij de deelopdracht met de rebus zitten. Logisch. Ik begreep MA niet, hè? MA? Oh ja, MA. Ladder. Daarna, aflevering 3. Jurre bedenkt het woord model. Dit is een anagram voor de mol. De rol van... ook sterk. Ja. En in diezelfde opdracht... Jurre komt als eerste in beeld nadat het woord molafspraak in beeld komt. Jurre biegt hier ook nog eens over. Ja, die vind ik wel scherp, want die is volgens mij nog niemand gespot. Nee, maar die vind ik wel dan wel weer net iets te moeilijk. Dit is dan zo'n hint waar jij bijvoorbeeld naar aan het zoeken zou zijn, Arjan. Als ik in tunnelvisie zat wel, ja. Naar Jurre. Dat denk ik wel gevonden, ja. 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 Aflevering 4. In het opdracht Padvinders in het Doolhof zijn de bonnen van het verzonnen merk Molfruit. Jurre noemt zichzelf tijdens de test van de aflevering een oenemeloen. Dit is een anagram voor, oh nee, een mol. Banaan! Dat laatste stukje, oh nee, een mol, die vind ik leuk bedacht. En Max had dit gezegd in de video met Siem. Dat ook in mollen streken. Max dus bij Rijk was Max er ook bij. Ik heb hem aan hem gevraagd. Wie is de mol? Hij zegt, oké, maar dit komt natuurlijk online nadat de mol bekend is. Ik zeg, zeker. Ze zegt, oké, dan doen we 3 stukjes. Zeg ik 3 namen. Ja. De volgende verborgen aanwijzing. In de opdracht Alter Ego omschrijft Jurre zichzelf in plaats van Marley. Omdat de kandidaten maar naar 1 iemand echt op zoek zijn voor Jurre. Was dit een verborgen hint of een molactie? Allebei. Oh, oké. Dan hadden we daarna de opdracht verschijning. De naam van Katie moet 3 keer genoemd worden totdat ze verschijnt. De naam en die van Jurre ook. Wordt deze opdracht ook 3 keer genoemd. Ja, die was gevonden, hè? Hele goeie. Ik had hem dus niet gezien. Ik ook niet. Ik kom er ook achter. Een oplettende meloot had deze doorgestuurd aan Siem. Ja, ik dacht dat volgens mij een hint. Ja. Dan hebben we daarna nog een beetje neutraal hints. Achternaam geluk. Rick zegt tegen het jurylid in aflevering 1, I wish you luck. Ja, geluk is veel voorgekomen. Oh, ja. Ook wordt het woord pokerface wordt vaker herhaald. Pokerface staat op het gokspel pokeren waar je geluk voor nodig moet hebben. De achternaam van de mol is geluk. Die is ook gevonden. En die over geluk? Mag ik die heel mening over geven? Ik heb zelf heel vaak gepokerd. Poker is geen geluk.
Daarom vind ik dit een beetje een slechtere hint. Als je aan professionele pokerspelers zou vragen, is pokeren geluk? Nee. Het is meer, hoe heet het? Bluffen, je hebt tactiek nodig. Het enige wat je daarin kan zien is bluffpoker. Kijk, en dan vind ik die beter als gelukpoker. Kijk, en daar vind ik dan eerder een hint naar, dat je gaat bluffen om jouw gezicht als op een pokerfeest te houden. Dus zeg het niet dat het geluk is, maar hou je gezicht op een pokerfeest en je bluft. En dan vind ik dat een sterker hint als dat je zegt dat pokeren geluk is. Ja. Ja. Maar hoe heet het? Die over dat... Kim probeert de hele tijd wat te zeggen. Wat zeg je, Kim? Sorry. Nee, ik vond deze wel moeilijk. Weet je, het is pokerface. Ja, je kan hem aan geluk koppelen. Maar ik had het niet gedaan. Dit is echt zo'n... Iemand die heel ver gaat zoeken, had hem misschien gevonden, zeg maar. Ja. Ik vond wel dat Rick heeft heel vaak geluk gezegd. Dat is wel heel logisch. Ook bij Soy. Je hebt best wel veel geluk gehad dit seizoen. Maar ja. Maar dat was ook wel... Hij had ook wel echt geluk. Dat vond ik niet echt iets tegen. Ja, en ik begreep ook dat Jurre wordt Guus Geluk genoemd, hè? Ja, maar de bad 1 staat voor Guus Geluk. Dit is Jurre als hele... Inderdaad. Zijn achternaam is natuurlijk Geluk. Ja, en bij mij liep je heel erg vast. Nou, de 1 staat voor Guus Geluk. Dit hoort Jurre al zijn hele leven lang verteld. Hij zijn achternaam is Geluk. Dus ja. Ja. Dat is wel leuk. Want we zijn natuurlijk al langs het spookhuisdingetje geweest. Die opdracht. Ja. Maar daar is nog een verborgen hint bij. Ja. Spuiten en slikken, toch? Ja, heb je die niet opgeschreven? Oh ja. De woorden die ze hadden, begonnen met een S en een E. 4 keer een S en 2 keer een E. En dat is dan 2 keer S-E-S. Spuiten en slikken, het programma dat Jurre presenteert. Ja, die is goed. Die vond ik echt leuk. Die heb ik ook nergens gezien. Ja. Spuiten en slikken. Ik kreeg trouwens een opmerking, want ik had gevraagd van... Wat moet ik doen, omdat ik het fout heb, de mol en zo. Had je beter niet moeten doen. Nee, toen kreeg ik 1 opmerking. Ja, kreeg ik ook door Dino doorgestuurd de hele tijd. Dat ik of met Jurre Geluk samen of alleen spuiten en slikken moet gaan doen. Nee. Steek en prikken. Oh, dat is een ander programma. Ja. Waarin geprikt worden door planten of beestjes. Wat moet ik doen? Word je geprikt door een plant of een beest. Wat? Dan doe je bijvoorbeeld je hand in een kooi en dan zitten er een bij en die ga je dan prikken. Nee! Dat is die gezien waarin Jurre hier zo'n vlekje op zijn arm, een klein druppeltje berenklauw. En het was een hele maand, een hele rode vlek hier zo. En het brandde. Ja. Allemaal dat soort dingetjes. Ja. Is dit een slecht idee? Daarom! Ja. Kijk, klikken. Maar die andere... Nou, ik zou het je niet eens gunnen. Wat is spuiten en slikken dan? Dan moet je zeker spuiten en slikken. Nee, dan gaat hij drugs en alles testen. Wat is dit? Ik wil beide niet. Jurre presenteert altijd van die soort dingen. Net als zakhalen... rare fetish, wat je met seks doet, waar je geil van wordt met seks. Ja, even klaar. Kijk eens even de oren dicht. Maar ja, het is realistisch wel. Dus ik vind Jurre Geluk vind ik een hele goede, hoe noem je dat, presentator qua van dat soort programma's. Want hij legt wel een andere manier uit in die wereld hoe het werkelijk gaat. En daarin schroomt hij niet in wat hij doet. En hij doet het zelf ook ondervinden. Hij vertelt er ook eerlijk bij wat hij voelt. Nou, ik vind dat eerlijk om naar te kijken. Ja. Ik vond het lekker bij hem. Hij is zo lekker uitbundig en lekker schreeuwerig. En het zijn echt van de programma's die lekker bij hem passen. Ja, maar niet bij mij. Nee, daarom zeg ik ook niet. Maar even terugkomen op wat Dinan net zei over die geluk. Ja, dat wordt weer door Wie is de Mol uitgelegd als Donald Duck is een eend. Maar Guus Geluk is gewoon een gans, hè? Ja. Klopt. Ja. En dat heeft ook eigenlijk niks met een bad eend te maken eigenlijk. Maar wat zegt Jurre? Ja, maar Donald Duck is een eend. Dus ja, en ik word Guus Geluk genoemd. Oké, we moeten hem zo bekijken voortaan. Dus dan is hij niet iets verder gezocht. Donald Duck is dus wel een eend. Maar Guus Geluk is een gans.
En nog even iets. Wat was het nou? De kleur geel. Ja. Staat voor geluk. Ja, dat bad eentje, dat bleek dus op zijn shirt te staan. Maar dat was niet echt een bad eentje, toch? Op nee, dat nee, shirt. Dat is een shirt met een gele eend die verwijst naar de bad eentjes die voorkomen dit seizoen. Ja, maar dat is toch een vogel? 5 en 9. Dat was een Tweety vogel. Je weet wel, een Tweety. Maar het was... Gele eend, echt? Zeggen ze. Een gele vogel, iets geels. Ja, ja. Kim? Ik kan mijn mond houden. Kim, wat vind jij nou van deze eend? Wat vind jij hier nou van? Ik ga teleurstellen. Iedereen gaat om elkaar heen. En mijn kat die eend van Siem leuker gevonden. Als die erin had gezeten. Dat is heel erg. Ja, ja. En dat hij op zo'n shirt... Toen was iedereen stil. Vogels. Zit er iedereen weer. Ja, nou ja, de wereld draait door. Dat is toch gecanceld. Dus ja, misschien klopt. Dat ze die, ja. Dat die zou... eentje oorspronkelijk opsloeg. Maar dat ze dat er toch maar uit hebben gelaten. Dat zeg jij heel goed, Dino. Want ze hebben dit zo zijn ook 5 jaar geleden ook begonnen ze dit al te maken. Hè? Ja, maar toen wisten ze, lijkt mij nog niet, de 10 kandidaten en dat Jure mee zou doen. Lijkt mij. Ja, misschien... Ja, die weet het niet. Mag ik nu? Ja, Kim, vertel. Kim, het vinkje omhoog. Dinan, stil. Ja. Nou maar, Kim. Het zou best kunnen dat de wereld draait door wel een hint zou zijn naar de mol. Maar omdat het dus gecanceld is, dat ze zaten van... Oké, maar dit kunnen we nu niet meer doen. Dus we halen er voor de zekerheid uit. En we doen wel gewoon het eentje op zijn shirt. Ja. Ja. Wat ik net zei eigenlijk. Ja. Ja. Maar jij was heel erg akkerig en toen ging je weer error en je werd weer gehackt en iedereen praatte er doorheen. Dus ja. Even het moment waardoor je dat goed kon horen. Het is gewoon Daniel. Nee, want ik voelde me zo. Vraag maar aan Arjan wie de mol is. Nee, ik wil die naam niet meer horen van wat in hand staat. De volgende? Of hebben we geen volgende? Dat was hem. Ja, dat bad eend is geel en geel is de kleur van geluk. Ja, leuk. Ah, en dat waren ze. Ik wil nog één keer horen van één iemand. Maakt niet uit. Maar wie is nou de mol? Jure is de mol. Dankjewel. Je zeggen dan. Jure is de mol. En nu jij nog, Tim. Ik kan geen Jure meer zien ook, eigenlijk. De hele achtergrond is Jure. Weet ik, daarom kan ik hem niet meer zien. Hij kijkt ook in die achtergrond, kijkt hij echt gewoon recht je ziel in. Weet ik, net zoals ik, dat ik kijk naar zijn ziel, hierboven, hier zo. Ja. Ja. Mocht Jure nou nog kijken, echt complimenten hoe je dit hebt gespeeld. Echt, serieus, aan jou heeft het niet gelegen. Ik ben er echt ingetrapt dat de makers zo hebben gedaan. Maar oh, wat ben ik blij dat je een mol bent die gewoon het doet. Zonder dat hij bang is, zonder dat hij schroomt. Gewoon in your face. En daar hou ik hoppa, op. Hoppa. En door. Kim lachen. Oké. Nee, hoppa en door. Ja, hoppa en door. Nee, ik snap het. Voor de rest vond ik het wel echt een heel leuk seizoen. Ja, ik ook. Ja. Wat ik wel nog leuk zou vinden als voor volgend jaar, de Vendag. Ja, of je kan gewoon naar het Paleis Justijk. Precies, ja. Maar dan dat je hebt... Want ik vond dit jaar, vond ik bijvoorbeeld voor het seizoen, vond ik het ook heel vet. Dus, ja. Kijk, het zou echt het meest vette seizoen zou zijn dat je voor het seizoen iets hebt. Je hebt de finale, heb je live. En daarna heb je ook nog een Vendag. Dat is zo. Maar dat is wel echt veel regelen voor Avondvols. Weet ik. Ja. Het is ook maar een idee. En het is... Ja, dat... Het maakt niet uit. Als ze iets van die drie dingen doen in een seizoen, is het goed. Hey, weet je wat het verschil vindt? Nou, dat ik bij die liveshow ben geweest. En dat ik niet thuis had gezeten. Had ik thuis gezeten, dan denk ik dat ik heel zagrijnig was geweest. Nou stond ik daar. Je wordt toch door die sfeer een beetje meegenomen. En dan ga je toch heel anders om met die teleurstelling. Je kan er even over praten. Je kan eventjes je ei kwijt. Anderen die halen je er toch wel doorheen op. Er wordt in één keer een microfoon onder je neus gestopt. Ja. Ik zag hem zo aankomen lopen. En ik zeg tegen mijn vader. Kom, kom. En hij is daar. Ik wil een chocola.
Ik heb net deze genomen, hij is echt heel lekker. Emotie drop. Vol met mijn emotie drop, Tim. Ik ben ook blij dat ze ook later binnenkwam, want ze was eerst aan de Mac. Nou, want ik stond al vooraan. Ik was bijna te laat. Hoe dan? De inloop. Hoe kon je te laat komen? Inloop was tot en met 6:30. En dat had ik dus niet gelezen. Dus ik dacht, ja, ik ga er echt niet 2,5 uur van tevoren zijn. Arjan is wel super lang. Dus wij zaten zo in de McDonald's. Want ja, weet je, ik moet nog wel gewoon eten. Want het is gewoon belangrijk eten. McDonald's voor mij. Heel belangrijk. En ik kijk zo nog even in dat mailtje, in dat berichtje dat we kregen. En ik zeg, we moeten er 6:30 zijn. En mijn vader zegt zo, het is nu 6:57. Dus wij hebben gesprint naar de auto. We komen op Paleis Woestdijk. We sprinten naar dat VIP-vak. Ik kom helemaal buiten adem aan. Ik zou die ticket laten zien. Helemaal zo'n shakend handje. Hijgend. Ik zeg, zijn we nog op tijd? Die vrouw zegt, al was je een uur later, was je nog op tijd. Ik denk, nee. Ik ga helemaal lopen rennen. En dan word ik gewoon nog een uur later binnenkomen. En nog een kleine toevoeging aan Wie is de Mol Afro Tros, mochten ze luisteren. Sorry dat ik het trein eerder opliep, hè. Maar sluit voort naar die trap. Ik ging met mijn onschuldige gedrag ging ik via de achterkant. Want ik liep vanuit Baren ook daar naartoe. En de eerste ingang die ik zie, die mij TomTom aangeeft, is dat ik via de achterkant naar binnen toe kom. Dus ik loop daar gewoon rustig langs die poort. Niemand die zegt iets tegen mij. En ik loop daar gewoon het hele terrein op. En ik sta daar gewoon in al om de gebouwen heen te lopen. En in één keer komt er iemand naar mij toe en die zegt, wat doet u hier? Want u bent wel aan het zoeken. Ik zeg, nou, doe ik al 10 weken zoeken. Ik zeg, maar ik mag helemaal hier niet komen. Ik zeg, hoezo niet? Ik zeg, is toch gewoon een openbaar terrein? Ja, maar pas om 6:30. Dus ik sta zo te kijken. Ik denk, nou, dan loop ik toch rustig terug. Dus bij deze, mijn excuses, was nooit zo de bedoeling. Gewoon enthousiaste molloten. Ja, het was echt mijn enthousiasme. Het was, en de TomTom leek mij zo. Oh ja. Dus ik kreeg die TomTom. Maar even de schuld. Het was niet ik. Dus Google, als je dit luistert. Ja. En toen gingen we boksen aan. Nee, grapje. Maar ja, Google heeft me eigenlijk al 10 weken voor de gek gehouden. Dus in principe sluit het wel weer aan. Dan wil ik nog heel even de podcast. Wil ik nog een beetje afsluiten. Siem, die zei nog in zijn video dat hij het heel erg triest vond voor jou, Arjan. Kun je dat stukje er even in doen? Ja, dat stukje dat horen ze nu. Waar ik ook meteen aan moet denken is dat ik het heel erg sneu vind voor mollenjagers. Oh. Mollenjagers, je gaat 23.000 keer Jurre is de mol zeggen. Ik hoef dat niet te doen! Oh, ik ben echt heel blij dat ik dat niet hoef te doen. Daar had ik zo geen zin in. Ja, wij niet hoor, jongens. Dus ja, ik weet niet wat jullie nou zitten te... Jurre is de mol, Jurre is de mol, Jurre is de mol, Jurre is de mol. Kim, misschien moeten we er een remix van maken, Kim. Jurre is de mol. Ja. Jurre is de mol. Tim, sorry, wat zei je? Jurre is de mol. 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 Oh, wat verschrikkelijk. Wat ben ik blij dat ik op dat moment niet in het livestream was. Nou, nee, echt hè. Nou, bij deze dus. De Procast van seizoen 23 van Wie is de Mol. We begonnen met Dinant en ik samen dit seizoen. Ja. Dat is al een hele tijd geleden. Dat is echt al een hele tijd geleden. Het is niet dat de tijd vliegt. En we zijn geëindigd met z'n vieren. Ja. Na aflevering 3 van Arjan. En de spreekwoorden komen altijd uit. De laatste zullen de eerste zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Jongen, jongen. De laatste heeft het goed. Ja, klopt. Ja, de laatste. Nee, ik wil jullie heel erg bedanken. Alle drie. Dat jullie er... echt bijna elke aflevering waren. Ja. Zeg maar. Dat is aflevering 8, maar dat maakt niet uit. Precies. Ik mag ook meedoen. Nog een kleine tip. Bananen zijn gezond. Ja, ik vond het wel leuk. Wie zei dat altijd dan, Arjan? Ja, Jurre. Jurre, wat is Jurre dan? Jurre. Mooi. Ja, wat is het? We zullen het even maken. Nee, maar jongens. En een 301. Een 301 is het. Ja. Maar even centraal. Volgend jaar, zijn we er dan weer? Zijn we er volgend jaar weer? Ja, ik wel. Als dat mag van jou. Ja.
Zeker. Maar hoeveel zijn we dan? Gaan we dan beginnen met 4 en dan eindigen we met 8? Nee. Kijk, met 8? Wat zeg jij, Dinan? Nee, ja, weet ik veel. Voor volgend jaar heb ik ook het idee om dan een stukje in de podcast, dat er dan iemand anders ook extra bij is. Maar dat is dan een beetje aan het einde, zeg maar. Dan komt er iemand anders bij, bijvoorbeeld gewoon een moloot die je eigenlijk niet kent. En dat die gewoon een beetje meepraat met ons, de laatste opdracht, of een beetje over de aflevering zelf. Dan wil ik nu de podcast afsluiten van Wie is de Mol, seizoen 23. Dat is gewoon echt de afsluiting van... Dit is de afsluiting 23. Van heel Wie is de Mol, seizoen 23. Van mijn kanaal ook. Ja. Jure is de Mol, Nee, Kim. Nee, volgend jaar zullen wij er... Dit ging een beetje leuk, maar gewoon eindigen. Volgend jaar zullen wij er natuurlijk zijn. Met Wie is de Mol, seizoen 24, Procast. Maar voordat dat is, gaan we natuurlijk verder met de Mol België. En daar zijn we ook weer op te luisteren. Yay, feestje. Ik heb de microfoon vast. En ik heb bij de Mol België, jongens, heb ik het elk jaar goed gehad. Sinds ik kijk. Fijn. En dat was sinds Elisabeth. Dus... Zeg dan nou niet wat... Van mij luisteren. Dan, voor hoeveel keer ga je? Als je het verkeerd hebt dit jaar. Hé, hey, jongens, dit is ook gelijk de langste afsluiting ooit, volgens mij. Heel erg bedankt voor het luisteren, jongens. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bij de Mol België zullen we weer te luisteren zijn via Procast België. En dan zeg ik, abonneer voor meer. En, nou ja, soort van. Ik zie jullie gewoon... Abonneren. Volg de podcast. Ik zie jullie volgend jaar. Je weet wel de rest en zo. En anders bij de Mol België. En ja. Dat was hem. Wat zeggen we dan, Arjan? Jure is de mol. Dat is dat andere, Arjan. Mol. Dat is het beste ooit. Doeg allemaal. Nee. Laters, jongens. Laters. Jure is de mol. Ja, anders afslaan. Niet met de hout. Jure is de mol. Ja, ik versta er helemaal niks van. Jullie hadden het gelopen weer door elkaar te lullen. Jure is... Laters. Punt.